Aan tafel gaat zitten Jelle Brandt-Korsius. Twee aanleidingen. Straks praten we over zijn nieuwe televisieserie Robo Sapiens. Maar eerst praten we over de veelbesproken voorpagina van Trouw gisteren. Daar lazen we, ik ook, maar ik kan het niet vertellen. En daarin schrijft Jelle dat hij in het begin van zijn televisiecarrière seksueel is misbruikt. Dit, weten we inmiddels, was tijdens zijn jaar als redacteur bij Barend en Van Dorp. Maar het verhaal kon niet gepubliceerd worden zoals het oorspronkelijk geschreven was. Namelijk met antwoord op de vragen wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. Zo kon het absoluut niet in de krant. Er waren namelijk geen getuigen. En dan heb je uiteindelijk niet veel grond om op te staan. Dan dreigt smaad en laster. En zo was het. En dat lazen we gisteren allemaal. Er is veel over nagepraat, ook bij ons aan tafel, met advocaat Korver. Toch even eerst, met permissie, we hebben tijd genoeg, even terug. Waarom dacht je, ik ga dat nu opschrijven? Het is al een tijd geleden, het is begin deze eeuw, volgens mij heeft het plaatsgevonden. Ja, maar het schrijven was, het lag al 2 jaar in mijn la. Ik heb het 1 jaar of 2 geleden, wanneer speelde dat toen met Bill Cosby? Nou, het speelt nog steeds, maar ja. Begon dat een jaar geleden. Twee jaar geleden, ja. En ik merkte dat ik gewoon dat echt obsessief aan het volgen was. Mm. Al die getuigenissen van al die vrouwen die gedrogeerd door waren. En toen dacht ik, ik ben helemaal normaal niet geïnteresseerd in achterklappen of dat soort dingen, of showbiz. Interesseert me niet. Dacht ik, wat? Ik zat het echt dag en nacht te lezen. Dacht ik, wat is er aan de hand? Dacht ik, oh ja, wacht even, dat is er gebeurd. Het is alsof je, alsof het ineens weer in je hoofd verschijnt. En toen heb ik niet het lef gehad om met dat verhaal naar buiten te komen. En wel geschreven, maar niet gestuurd? Wel geschreven. Ze lag al 2 jaar in mijn la. En natuurlijk speelde dit de afgelopen weken. En het is ontzettend goed. Ik hoop niet... Hashtag me too. Ja, ik hoop dat niet alleen ik, maar ook andere mannen en jongens... En vrouwen uiteraard met dit soort verhalen... Voor de mensen die het niet gelezen hebben, wat is er gebeurd? Dat kan ik niet vertellen. Dat is een beetje de strekking van het stuk, Matthijs. Nee, er staat in het stuk wel wat er gebeurd is, wat er is voorgevallen.